Mooi, kleine Frank. Wauw. Jij zit helemaal onder de verf. Wat heb je gedaan? Ah, heb je in de paintballhal gespeeld? Je weet dat je moet schieten op doelen en niet op elkaar, toch? Hoe dan ook, je moet weer schoon worden. Ga maar naar Tom's autowasstraat. Ik weet zeker dat hij je kan helpen. Hoi Tom. Gelukkig, de autowasstraat is open. Hier is je nieuwe klant. Hij zit onder de verf. Haha, inderdaad Tom. Het lijkt wel alsof hij jou heeft geholpen in de verfwinkel. Nu je het daarover hebt, je kunt beter de verfblikken wegzetten voordat iemand struikelt. Kleine Frank is een beetje ongeduldig. Laten we beginnen met de schoonmaak. Klaar, kleine Frank? Oké, Tom, daar gaan we. Begin je met de waterstralen? Even kijken of we vuil weg kunnen krijgen. Je ziet er al schoner uit, maar er blijft nog wel verf achter zitten. Tom, wat nu? Ah, de rollen. Ik denk dat zij hun werk gaan doen. Geen zorgen, kleine Frank. De rollen zijn zacht. Het doet geen pijn. Ze halen alle achtergebleven verf weg. Ik zei het toch? Volgens mij vind je het zelfs leuk. Die verf was lastig te verwijderen. Tom, we hebben iets speciaals nodig om alle verf te verwijderen. Wat is dat, Tom? Stoom? Dat zou heel goed kunnen werken. Tom heeft een idee. Laten we de stoom gebruiken om alle hardnekkige verf te verwijderen. Geen zorgen, Frank. Het doet geen zeer. Het is alleen wat heter dan normaal. Tom, ben je er klaar voor? Laten we kijken wat de stoom doet. Haha, we zien je, kleine Frank. Tom, doe de drogers maar aan, zodat kleine Frank weer droog wordt. Kijk nou, kleine Frank. Je bent helemaal schoon, dankzij de stoom. En dankzij Tom natuurlijk. Kijk, zo te zien ben je klaar. Kleine Frank, neem maar wat van de snoepjes als je wilt. Kleine Frank, je hebt Tom wel bedankt, toch? Kleine Frank, kijk uit! Oh nee, kleine Frank, is alles goed? Haha, inderdaad, kleine Frank. Nu kan je weer naar de paintballhal gaan. Zonder je zorgen te maken dat je vies wordt. Vraag je of de andere auto's ook meegaan? Bedankt Tom voor je hulp met kleine Frank. En bedankt voor het laten staan van de verf, zodat kleine Frank een reden had om nog vaker bij de paintballhal te spelen. Doeg Tom, doeg allemaal, tot de volgende keer. Met de politieauto rijdt wel heel snel. Daar zal wel een noodgeval zijn. Wow, hij is vies. Wat is er gebeurd, Matt? Je achtervolgde een snelheidsduivel die de vuilnisbak omver reed. Dat verklaart dat je met zo'n haast naar Toms autowasstraat gaat. Laten we je schoonmaken, Matt. Volg Tom. Wat eerst, Tom? Waterstralen. Om al het vuil te verwijderen. Perfect. Nu hebben we iets nodig om die vlekken weg te poetsen. Wil je dat Tom zeep gebruikt om je schoon te maken en dat je lekker ruikt? Oké, tijd om de vieze plekken weg te poetsen.
Klaar voor de borstels met... Kietelt het? Oké, laten we nu de bubbels afspoelen. Blijf hier met... Tom zet nu de drogers aan. Zo te zien heb je het naar je zin, Matt. Is dat alles, Tom? Ben je helemaal klaar, Tom? Goed idee. De zeep heeft goed geholpen. Maar een beetje lucht verfrissen zal zeker alle kleine geurtjes weghalen. Wow, Matt. Je ziet er weer goed uit. En je ruikt ook nog lekker. Matt vindt het fijn om weer schoon te zijn. Bedankt voor alles, Tom. Wacht even, wat zie je, Tom? Oh-oh, het is een bananenschil. Voorzichtig, Matt. Oh-oh, hij gaat op de vuilnisbak af. Gelukkig was de vuilnisbak leeg, Matt. Wees voorzichtig. Tot de volgende keer, Tom. Hey Gary, je moet veel vuilnisbakken legen, of niet? Wie woont hier? Woont Karin de snoepauto hier? Nou, voorzichtig, je wilt niet onder de plakkerige suiker komen te zitten. Oh nee, je zit toch onder de suiker. Je kunt beter rechtstreeks naar Toms autowasstraat gaan om weer schoon te worden. Hey Tom, we hebben een beetje een plakkerige situatie. Gary zit onder de plakkerige suiker. Kan jij hem schoonmaken? Echt waar? Aan de slag! Hoe kan je de plakkerige suiker het beste kwijtraken, Tom? Waterstralen? Goed idee! Laten we kijken of het werkt. Wat is er? Is het water te koud? Hey Tom, kan je het water wat heter maken? Gary bevriest. Is dit beter? Het suiker laat het water zoet ruiken. Wat nu? Bubbelbad. Oh, Gary zal dit te gek vinden. En dan nu de borstels.
En wat nu, Tom? Alle bubbels moeten worden afgespoeld. Oké, haal ze er maar af. Wat is hij? Ben je verdrietig dat je niet meer naar suiker ruikt? Nou, buiten staat vast iemand die je daarmee kan helpen. Karin voelt zich schuldig dat je onder de suiker zat. Ze heeft lollies meegenomen. Wil je ook een lolly, Tom? Natuurlijk wil je dat. Kom hier, dan krijg je er een. Fijne dag, jongens. Tot de volgende keer. Zo te zien hebben ze net een pakketje ontvangen bij de bouwplaats. Wacht, Francis, kijk uit! Er ligt een steen achter je. Oh nee, de doos zat vol met verfpoeder. Je ziet er nu wel erg kleurrijk uit, Francis. Geen zorgen, Tom zorgt ervoor dat je weer helemaal schoon wordt in zijn autowasstraat. Hey Tom! Francis struikelde en knoeide met een doos verfpoeder. Hij heeft gelijk. Je lijkt inderdaad een beetje op een hippie, Francis. Dit gaat smerig worden. Maar we moeten beginnen met de waterstralen voordat we kunnen wassen. Laten we beginnen. Je ziet er nog steeds een beetje kleurrijk uit, Francis. Zullen we naar de wasruimte gaan? Hoe ga je alle verf afspoelen, Tom? Met zeep? Een bubbelbad! Perfect! Gaat dit leuk worden, denk je? Tijd voor de rollen om hun werk te doen. Oh jee, je lijkt nu een beetje op een suikerspin, Francis. Je had gelijk, dat was leuk. Maar we moeten Francis nu echt schoon krijgen.
Is Francis klaar voor het polijsten? Je hebt gelijk. Er zit nog steeds een beetje verf hier en daar. Een kleine sponsbeurt zal helpen. Wauw, je ziet er weer uit als nieuw, Francis. Klaar voor de laatste poetsbeurt en het drogen? Zijn de drogers een beetje heet? Je krijgt weer een ander kleurtje. Tom, kan je de drogers wat kouder zetten? Perfect! Je krijgt weer een normale kleur. Tijd om terug te gaan naar de bouwplaats, zodat je de andere dozen kan afladen. Bedankt voor het wassen van Francis, Tom. En ook voor de fantastische ervaring. En jij ook bedankt, Francis, dat je ons aan het lachen maakte met al die gekleurde bubbels. Tot de volgende keer, jongens. Hey Ben, hard aan het werk vandaag? Volgens mij moet jij een goede wasbeurt krijgen. Oh nee, Ben! Nu moet je echt gewassen worden. Laten we gaan, Ben. Ik hoorde dat Tom net zijn eigen wasstraat heeft geopend. Hey Tom, kijk, je hebt bezoek. Aan de slag. Tom, Ben, zijn jullie er klaar voor? Laten we eerst met water de auto schoonspuiten. Laten we nu zeep gebruiken. Tijd voor de wasrollen. Wat nu, Tom? Oké, de borstels. Ben. En eindelijk drogen. Wauw, Ben. Je bent echt brandschoon.
Dank je wel, Tom. Volgens mij kan je weer naar huis, Ben. Tot de volgende keer, jongens. Hoi Francis. Hoi Flevie. Wat doen jullie vandaag? Oh, jullie bezorgen blikken met nepsneeuw aan de kleintjes? Dat wordt vast prachtig. Voorzichtig Francis, dat is glad. Oh nee. Gaat het goed? Je bent helemaal wit, Francis. Ik denk dat je maar even naar de autowasstraat moet gaan. Dat is een goed idee, Francis. Flevie kan jou afzetten bij Toms autowasstraat. Hoi, Tom. Francis heeft je hulp nodig. Hij zit onder de plakkerige nepsneeuw. Ga maar snel achter Tom aan, Francis. Oké, Francis. Ben je klaar voor de schoonmaak? Oh, dat is hele speciale kerstmis schoonmaakgereedschap. Wauw, Francis. Dat is een hoop zeep. Oh, Tom. Hij glipt niet meer. Kan je daar iets aan doen? Wat doet dat precies? Wat is dat, Tom? Oh, het is was. Daarom komt Francis kleur weer terug. Wauw, Francis. Je ziet er beter uit dan ooit. Tom, je hebt perfect werk geleverd. Francis is klaar om weer aan het werk te gaan. Waar kwam dat vandaan, Tom? Wie zou dat nou gooien, Tom? Of weet jij wie dat zou kunnen hebben gedaan? Waar ga je heen? Ik zie het al.
Heb eens, kleine Tom. Veel plezier allemaal en tot de volgende keer. Hey Rocky, ben je je lanceringen aan het oefenen? Cool, veel plezier. Ziet er goed uit. Oh-oh. Oh jee. Wat een rotzooi. Je moet Rocky naar Toms autowasstraat brengen, Charlie. Nou, we zijn er, Rocky. Ga maar met Tom mee. Hij zorgt voor je. Dus Tom, wat is deze keer je plan? Goed idee. Dat is al een stuk beter. En nu? Dat zijn heel veel schoonmaakopties. Goed. Klaar voor de grondige schoonmaak, Rocky? Perfect. Perfect. Een goede spoelbeurt zal alle zeep verwijderen. Je bent bijna klaar, Rocky. Wauw, Rocky. Je ziet er nu zelfs nog beter uit. Vergeet je snoepje niet. Klaar voor nog meer lanceringsoefeningen? Perfect. Doeg, Tom. Bedankt voor je hulp. Doeg, Rocky. Fijne reis. Doeg, allemaal. Tot de volgende keer. Wat is daar aan de hand? Jerry en Marley lijken naar iemand te kijken. Wow! Waar kwam Katie ineens vandaan? Over de brug? Volgens mij is het nu Jerry's beurt. Zo deed ze dat dus. Dit wordt makkelijk voor jou, Marley. Wow, hij springt over hun heen. Oh, wat is dat?
Oh nee, Marley. Kijk dat nou. Jij hebt een goede wasbeurt nodig. Maakt vies zijn jou niet uit. Volgens mij heb je de hulp van Tom wel nodig. Ga maar naar zijn autowasstraat. Tom? Hé, hey, Tom. Marley heeft problemen. Kan je naar de brug komen? Rustig maar, Marley. Tom kan hier ieder moment zijn. Bedankt voor je komst, Tom. Tot zo bij de autowasstraat, Marley. Of je nou wilt of niet. Tom moet de waterplanten weghalen, zodat je weer kan rijden. Wat is er? Wil je liever van de heuvels racen? Dan ga je dit nog leuker vinden dan je denkt. Ga maar, het is een waterstralenglijbaan. Daar komt hij. Was dat leuk? Ik zei het je. Nu is het tijd dat Tom al die waterplanten verwijdert. Naar de salon. Hey Tom, klaar om alles weg te knippen? Volgens mij werkt het. Hoe ziet het eruit, Tom? De planten zijn weg, maar hij zit nog steeds onder de modder. Sorry, Marley, maar je moet nog even in bad voordat je weer weg kan gaan. Blijf hier, dan maakt Tom het bad klaar. Dat ziet er goed uit. Tijd om Marley op te halen. Oh jee, hij ziet er niet heel erg blij uit. Hé, je lacht. Volgens mij vind je het leuk om in bad te zitten. Nou, neem je tijd. Er moet nog veel modder worden verwijderd. Wil je nu in bad blijven? Sorry, maar er moeten nog meer auto's in bad. Misschien dat de droge je nog blijer maakt voordat je weggaat. Tom zegt dat je weer terug kan gaan naar je vrienden om nog meer trucs te laten zien. Nou, er is een eerste keer voor alles. Wie had gedacht dat jij, Marley, voor de rest van de dag schoon wil blijven? Goed werk, Tom. Je hebt niet alleen Marley schoongemaakt, maar hij vindt het nu ook nog leuk om in bad te gaan. Oh jee, kijk al die brandende bomen. Gelukkig is Hector al hard aan het werk om ze te blussen. Goed werk! Nu nog maar eentje, Hector.
wat een bende. Je bent klaar, Hector. Volg Tom. Huh? Hij kan je weer schoonmaken. Huh? Dus Tom, wat is vandaag je plan? Perfect. Een goede poetsbeurt zal de meeste goed verwijderen. Klaar om alle roet te verwijderen, Hector? Fijn. Ik kan je bijna niet meer zien onder al die bubbels. Waar zou dat knopje voor zijn? Oh, wauw! Een gezichtsmasker. Jij wordt straks heel schoon, Hector. Wat nu, Tom? En natuurlijk afspoelen. Je bent bijna klaar, Hector. We moeten je alleen nog afspoelen. Zodra je droog bent, ben je klaar. Het is je weer gelukt, Tom. Hector is nog nooit zo schoon geweest. Vergeet je verrassing niet, Hector. Klaar om weer aan het werk te gaan? Doeg, Tom. Bedankt voor alle hulp. Hey Hector, ben je nieuwe bomen aan het planten? Wat een goed idee. Doeg, Hector. Ik ben blij dat je weer schoon bent. Doeg allemaal. Tot de volgende keer.